Om jouw cliënten succesvol in hypnose te brengen, is het belangrijk dat je het volgende concept goed begrijpt. In hypnose hebben we het bewustzijn en het onderbewustzijn. Deze twee, deze onderverdeling, is hoe we het hele menselijke brein in tweeën splitsen. In dit concept zie je dat het bewustzijn verantwoordelijk is voor waar je gedurende een dag mee door de dag heen gaat, waarmee je beslissingen maakt, waarmee je kritisch nadenkt, waarmee je berekent, waarmee je redeneert, waarmee je rationaliseert. Het onderbewustzijn daarentegen is het automatische brein. Alles wat je automatisch doet en hebt geleerd, is op een gegeven moment aan je onderbewustzijn overgedragen, omdat je daar niet meer bewust bij hoeft na te denken. Al je emotionele reacties op mensen, je zelfbeeld, je geheugen, al je herinneringen en alles wat automatisch gaat, je opvoeding, je overtuigingen, alles wat je hebt geleerd zit dus in het onderbewuste. Alles wat vanzelfsprekend gaat, waar je niet bij nadenkt, is dus het onderbewustzijn. Hypnose is een manier om het bewustzijn, het wakkere gedeelte van het brein, uit te schakelen. Om direct met het onderbewustzijn te werken. Wanneer je door middel van hypnose het bewustzijn hebt uitgeschakeld, ben je dus in het onderbewuste binnen. En wanneer je in het onderbewuste binnen bent, kun je herprogrammeringen doen. Emoties veranderen, herinneringen veranderen, je zelfbeeld veranderen. En in conversationele hypnose kun je perspectieven veranderen in gesprekken. In hypnose bereik je dus het onderbewustzijn.